Like challenge. Like sneller dan dat het beeld roze is. Ik hoef alleen maar... Daar ga ik. Ik zei het toch. Vandaag speel ik games die alleen maar... Nee, een glijbaan. ...voor meisjes bedoeld zijn. Oh. Ja, dat krijg je ervan. Deze games zeggen letterlijk dat als je een jongen bent, dat je wordt verbannen uit het spel. Ook, oké. En nu denk ik dat dat als grapje bedoeld is. Maar toch, het staat er wel. Oh. Ja, dat is ook leuk. Alleen moet ik zeggen, ik ben de enige hier. Girls only. Het staat er. En dit is het tweede girls only spel en ja, er zijn alleen maar girls. Wacht eens even. Jij bent geen girl. Uh-oh. Oh, oh, snap. Oké, het is duidelijk. Ik moet een meisje zijn. Let's go. Soort van. Ik ga beter mijn best moeten doen. We springen hierop, zodat ik een meisjes outfit heb. En nu alleen mijn gezicht nog. Let's go. Oké. Deze dude moet opschieten. Als die niet snel is, komt dat enge meisje van net terug. Girls only. Ze maken het heel duidelijk in dit soort games. Maar waarom is het girls only? Oh my gosh. Ze willen al dit lekkere eten voor hunzelf houden. Uh-oh. Ik zit per ongeluk vast in de tafel. Cakepops, pizza, donuts. Er is zoveel. En in dit spel hebben we één groot meisje. En volgens mij heeft ze honger. Haar favoriete eten... Jongens. Jongens die in dit soort games komen waar ze niet mogen zijn. Oh my gosh, nee. Nee. Oh, dit is echt niet chill. We zijn zojuist opgegeten. En ze heeft geen eens zout gebruikt. We zijn van nature lekker. Maar nu ben ik wel benieuwd. Kunnen we ontsnappen? En zo ja, wat is dan... De uitgang. Ik doe maar even alsof ik dat niet zag. Wauw, we zijn weer in een girls only server. En er is hier dus ook een girl. Ik mag hier niet zijn. Ik snap waarom de meisjes dit proberen verborgen te houden van de jongens. Ze willen het gewoon niet delen. Ik zie daar iemand op een iPhone. Maar gelukkig heb ik het gevonden. En drie keer raden. Ik hou me niet aan de regels. Let's go! En daarom zit ik op de bodem. Wat is dit meisje aan het doen? Mag ik een foto van jou maken? Oh ja, nou ja, natuurlijk. Waarom niet? Oké, daar gaan we. Ah. Ik hoop dat ik er goed op stond. We hebben daar een mega teddybeer, een roze speeltuin, roze schommels en een roze villa. Alles in dit spel is roze, maar nu niet meer. Want ik gooi met Robux. Ik wou mezelf veranderen in een meisje. En dit is wat er is gebeurd. Dit is een val, het is niet echt. Kijk naar me. En we hebben hier zelfs een schattige hond. Oh, ze heeft me door. Ze heeft me door. Aangekomen in het volgende girls only spel. Uh-oh. Waarom heeft dit meisje geen gezicht? Oké, ik wil het niet eens weten. En waarom zie ik hier iemand letterlijk een soort van setup hebben gemaakt op een trampoline? Chips, iPhone, laptop, kapotte iPhone. Oké, we gaan er vandoor. En we moeten snel zijn. Want als ik niet op tijd in een meisje verander, dan word ik zometeen geband. Maar kijk, ik ben een meisje. Niks vreemds aan. La la la, ik hou van een spiegel. Nou, die gaat mij sowieso niet doorhebben. En wat is hier binnen? Oh, een slaapkamer. Ik probeer op het bed te springen, maar ik stoot mijn hoofd. Het ziet er zo raar uit. Er zijn serieus best wel veel van dit soort girls-only games. Dus er is werk aan de winkel. Wacht, wat? Deze meisjes hebben zelfs een eigen McDonald's, springkasteel, waterpark en een school. Ja, daar ben ik niet echt jaloers op. Ik blijf het zeggen, ik snap waarom ze dit niet willen delen. Oh my gosh. Wat is er zojuist gebeurd? Ze knippert. Oké, dat is echt heel eng. In dat geval... Jee, ik ben een meisje. Ze hebben zelfs een wolkenkrabber. Maar ik klim hier naar boven. En ik verstop me. Oh my gosh. Dit spel is serieus mega. We hebben letterlijk de keuze. Uit tientallen, misschien wel honderden verschillende gezichten. Oh, wauw. Het is wel belangrijk dat we snel zijn. Er zijn namelijk meisjes die dit echt serieus nemen. En die dus echt zo zijn van... Je mag... Oh, mijn gezicht is weg. Oké, momentje. En die dus echt zo zijn van... Ja, je mag hier niet komen, want je bent geen meisje. We hebben trouwens haar nodig. 3, 2, 1... En mijn gezicht is weer weg. Dit spel is kapot. Oh nee. Geheim meisjesfeestje. Ja nee, dat snap ik wel. Maar wat is... Oh my gosh, nee. Dit is Barbie. De pop. Het is gelukkig geen creepypasta pop die leeft. Dat maakt me wel blij. Oh, er zijn hier inderdaad alleen maar meisjes. Ik ben bang. Oh nee. Check hoe groot deze Barbie poppen zijn, dude. En al deze dure auto en een paard. Er is zelfs een paard. Oké, maar als ik het dus goed begrijp. Ik mag hier absoluut niet komen. Het staat letterlijk in de regels van het spel. Die ik niet heb gelezen. Oké, geheim meisjesfeestje. Daar gaan we. Ja. Leuk. Er is niet zoveel. Ik bedoel, ja, er is een dansvloer, maar waar is de muziek? De DJ? Dude, dit is boring. Om eerlijk te zijn, ik vind het niet eens erg dat dit girls only is. En natuurlijk is het met een korrel zout, hè, girls only. Iedereen kan dit gewoon joinen, maar de maker van het spel, ja, die kan het serieus nemen. En er zit daar een mega meisje, dus ik ga weg. We zitten hier in een meisjeskamer. Hallo, meisje. Volgens mij ben jij een jongen. Oké, ja, een beetje. Als je mijn hobby niet haalt, doe ik make-up bij je op. Make-up? Ik wil geen make-up. Oké, ik ga het proberen. Oké, dus we moeten de hobby halen van dit... Van dit meisje. Dit is ook echt wel een beetje een rare hobby. Zeg maar, ik ben gewend dat in hobby's er lava is en allemaal vreemde obstakels. Maar dit is letterlijk gewoon een kamer. Oké, we klimmen omhoog. Let's go. Oh, snapperoni. Oké, dit kan nog wel eens heel lastig gaan worden. Maar ik doe mijn best. Ik wil geen make-up, dus ik mag niet afgaan. Ik doe mijn best, want... Make-up. Oké, we zijn hier in de keuken en...
Ik heb de obby gehaald, maar het einde is letterlijk gewoon de map uitvallen. Leuk. Eigenlijk lijkt het mij ook wel grappig om eens een keer boys only games te spelen. Games waarvan gezegd wordt, hier zijn alleen maar jongens toegestaan. Oh ja, trouwens, we zijn nu in een obby die alleen maar bedoeld is voor meisjes en waar ik dus echt niet mag komen. Nogmaals, iedereen kan dit gewoon joinen. Maar als je pech hebt en er is een meisje wat jou verklikt en je bent een jongen, dan kan het zijn dat je hieruit gegooid wordt. Maar dat zou dus ook gelden voor boys only games, wanneer je een meisje bent. Maar nogmaals, het is volgens mij is het allemaal een beetje onzin, weet je. Ik geloof niet zo. Oh! Wat? Wauw. Cool. Nice. Er staan hier gewoon super dure sportauto's. Oh, wat is dit? Dit is daar een finish line. Dit ziet eruit als een val. Eén manier om erachter te komen. 3, 2, 1. Let's go! Ja. Het was een val. En het wordt alleen maar beter, want dit is de girls only tower. En we kunnen kiezen. Medium, dat is gemiddeld. Easy. Dat is makkelijk. Of hard, wat moeilijk is. Laten we met easy beginnen. En dat zeg ik vooral omdat het al best wel moeilijk is om in een spel te zitten waar ik eigenlijk niet mag zijn. En we willen natuurlijk zo min mogelijk meisjes tegenkomen. Dus ik denk dat de makkelijke toren voor nu het beste is. Oeps, oké. Oh my gosh, volgens mij is dit nog best wel lastig. Als dit al zo moeilijk is, wil ik echt niet weten hoe moeilijk de moeilijke toren is. Dat was een rare zin. Je zou verwachten dat de makkelijke toren echt gewoon alleen maar een paar sprongen is, maar je moet hier gewoon letterlijk al opletten met je oogballen. Dit is wel leuk. Het is leuk in elkaar gezet. Het doet mij een beetje denken aan... Wacht eens even. Heb ik het gehaald? Oh nee, bijna. Het doet mij een beetje denken aan de Tower of Hell. Wat een soort van... Oeh. Oh, wacht. Oh, huh? En nu zijn we geloof ik bij de Medium Tower. En nu klimmen we over de Hard Tower. Dus eigenlijk hebben we gewoon vals gespeeld. We hebben de makkelijke toren gehaald en dan twee torens overgeslagen. En nu zijn we er. Je hebt de toren gehaald, staat er. We moeten volgens mij nog wel uitkijken dat deze brug ons niet laat vallen. 3, 2, 1. Yay, we hebben het gehaald. Oh my gosh. Oké, laten we onszelf heel snel veranderen in een meisje. Voordat mensen heel boos worden dat we hier zijn. Niks aan de hand, meisje. Ik ben een meisje. Ik hou van meisjesdingen. Wauw. Er is hier een zwembad met bubblegum. Oké, let's go. Plons. Oh. Een zwembad met bubblegum lijkt me zo vies. Komt allemaal in je haar te zitten. Is er nog meer? Ja. Want dit is de volgende girls only game. Oké, dus we... Oh, de deur zit op slot, oké. En al deze games lijken best wel op elkaar. Het is gewoon door iemand gemaakt die, sorry dat ik het zeg, niet zo goed is in games maken. En maar gewoon allemaal random dingen plaatst die roze zijn. Maar nu ben ik wel echt benieuwd. Gaan de boys only games beter zijn? Kwak, 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 kwak. Ja, maar je hoeft me niet te verklikken. Weet je, wees gewoon stil. We hebben hier allemaal kleine hutjes. Wacht, kunnen we hier wel naar binnen? Ja. Oeh, wacht even, dit is best wel cool. En wauw, deze dames hebben het goed geregeld. Hoe kom ik hier aan? Ik heb ineens iets te drinken. Heb ik dat gestolen zojuist? Deze meisjes hebben gewoon hun eigen private jet. En oh ja, ze hebben hier ook een unicorn die de wereld gaat overnemen. Dus ja, ook leuk om tegen te komen. Oké, dit ziet er eigenlijk best wel cool uit. Kijk hoe mooi dit huis is. Het is natuurlijk roze, dat snap ik. En bij dit spel stond er ook letterlijk weer in de beschrijving. Jongens, niet toegestaan. Ze hebben hier gewoon een heel springkasteel. Een super gave galaxy trampoline. Dude, ik wil dit ook. Maar laten we hier even naar binnen gaan. Ben ik welkom? Oh. Hey, volgens mij ben jij geen meisje. Jawel hoor, dat ben ik wel. Oh my gosh, we gaan snel naar boven. We springen erover. We openen de deur. Oh. Oeh. Dit is perfect, dude. Dit is perfect. 3, 2, 1. Bam. Meisje. Niks aan het handje. Ik weet niet of dit genoeg gaat zijn. En daarom verstop ik me in het toilet. Ik zit er letterlijk in. Dit huis is zo groot, dude. Oké, wat hebben we hier? Een mega mooie auto. Roze. En hier wasmachines. Oh, nice. We zijn ontsnapt. En oh ja, ik heb zelfs een roze donut. Wauw, ze hebben een standbeeld met een banhamer. Waarschijnlijk is dat een signaal die ze willen geven aan de jongens. Dan kunnen jullie bannen als jullie hier zijn. Weet je wat ik ga doen? Ik pak mooi een van die boten en ik peer hem. Ik ga er gewoon vandoor. Dus daar gaan we. Klim naar boven. En ik ga hier lekker achter het stuur zitten. Wegwezen! Nice. We zijn aangekomen op een eiland. Uh-oh. Hey, is dit jouw eiland? Ja, en het is alleen voor meisjes. Ah, serieus? Oké, ze hebben me door. Weet je wat? Ik ga wel gewoon aan deze kant staan. En dan ga ik wel lekker een potje zwemmen. Maar weet je wie ook een meisje is? Jenna. Oh my gosh. Elk soort kleur imposter of crewmate. Ik hoop crewmate. En alle piggy karakters. En is dat Squid Game? Het werkt niet. Wacht, werkt dit wel? Oh, oeh. Ik lijk wel een jellybean. Oké, een speedcoil. En wacht eens even. Ik zie daar letterlijk een schatkist liggen. Oeh, come on. Yes! Maar ik zei het net al. Het gaat om Jenna. Kan ik een kroon dragen? Oh, dat ziet er cool uit. Jenna, Job, Jenna. Oké, ik pak het vliegende tapijt. En ik ga rustig naar beneden toe. We hebben een waterval. Om eerlijk te zijn, Jenna is nergens te bekennen. Misschien maak ik... Oh! Wacht. Wat? Oh my gosh, ik schrok. Misschien kon je dat zien aan mijn gezicht. Ik weet het niet. Ik heb hier een muur vol met items. Oké, ik kies dit zwaard. Ziet er goed uit. Oké, ik ga naar beneden. Oh. Dude, ik kan letterlijk 1 seconde. Check, ik val naar beneden. Oh my gosh. Oké, dat is de kleine. Alsnog af. Maar er is ook een grote. Oh my gosh. Het enige wat ik denk ik kan doen om ze in te maken, is proberen om ze uit de map te laten vallen. Oké, let's go. Let's go. Dat ging een heel stuk makkelijker dan ik dacht. Oké, wacht, er is hier een huisje. Laat ik daar snel inschuilen voordat ze weer respawnen. Wauw, wat een mooie inrichting. Vooral de bank. Oh, oké, wacht. Volgens mij staat er een Jenna op het huis. Oh, ze staat op het huis. Maar ze kan me niet pakken. Oh my gosh, die ander kan wel naar binnen. En nu ben ik de...
Peanut. Oké, ik loop naar boven. Ik heb hier een zaklamp. Misschien kan ik beter hoog springen en mezelf veranderen naar een skelet. Dan hoeven ze me niet meer af te maken. Ik ben al af. Oké, daar gaan we. Let's do this. Oké, ik land precies in een auto en... Dat was... Nee, oké. Oké, ik wil mezelf nog in eentje veranderen. En dat is de blauwe. Oh my gosh, dit was spannend. Wacht, misschien maken ze me nu niet in omdat ik blauw heb. Abonneer voor meer en adios.